aan onze beste broeders en zusters. Wederom voelen wij ons verplicht de wapens te hanteren, omdat wij van mening zijn dat na 27 jaar verblijf in Nederland de Nederlandse regering niet naar ons heeft willen luisteren. Zelfs na de acties die respectievelijk in Wassenaar, Wijster en Amsterdam hebben plaatsgevonden, heeft de Nederlandse regering haar beleid ten aanzien van het Zuid-Molukse volk niet gewijzigd. Wij gaan naar het doel waar jij en ik naar streven. Ons volk bevrijden van onderdrukking en corruptie, opdat wij als volk vrij kunnen leven. Vroege ochtend van 13 oktober 1976 omsingelt een grote politiemacht het kamp Vaassen bij Apeldoorn. De bedoeling is enkele woningen te ontruimen. De politie zegt over inlichtingen te beschikken dat er een grote hoeveelheid wapens verborgen gehouden wordt in het kamp. Wat begint als een zoekactie ontaart in de totale vernieling van het Molukse woonoord. In Vaassen wilde niemand meer op de rem staan. Hetgeen betekent dat die ontruiming vooraf werd gegaan door, ik weet niet hoeveel ME, uit heel Nederland bij elkaar getrommeld. Het was gewoon eng om te zien. Toen is, omdat men toch al ter plaatse was, door iemand besloten om dan de barakken die er nog waren, om die dan ook maar gelijk even neer te halen. En de commandant ter plaatse heeft dus ook barakken tegen de grond gereden, waarin dus gewone mensen woonachtig waren, die vanwege de consternatie hun woning hadden verlaten en die daarna konden constateren dat hun woning met huisraad en al door tanks uit de grond was gereden. Dramatisch. Dramatisch. Woonde u in dit huis? Ja, meneer. Ja, deze huis. Hier wonen wij. En wat moet u nu doen? Ja, ik weet niet, wij willen maar geen onderdak meer. Moet ik zeker met mijn kinderen daar buiten slapen of zo? Het is helemaal moeilijk met ons geworden, ja. Ik was er buitengewoon ongelukkig mee. Als minister van Justitie, SEC, voel ik daarvoor geen schuld of verantwoordelijkheid. Als lid van het toenmalige kabinet schaam ik me wel voor wat daar gebeurd is. Ik vond het ook dom met het oog op de haatgevoelens die onvermijdelijkerwijs werden gewekt of versterkt. Na de acties van Wijster en Amsterdam wordt de commissie Kubben-Mantouw in het leven geroepen. Haar doelstellingen zijn een brug te vormen tussen Molukkers en Nederlanders, om zo de integratie te bevorderen. En ten tweede na te gaan hoe legitiem de claim van de RMS op zelfstandigheid is. Een jaar later heeft de commissie Kubben zich nog steeds niet duidelijk uitgelaten over de politieke aspiraties van de Molukkers. Wel een vraag. Een vraag waar we zo snel mogelijk. Nou, ik vond het eerlijk gezegd niks. Het gevoel van het installeren van zo'n instituut als zo'n commissie, dat gaf mij meer het gevoel van een zoethoudertje. Dat is eigenlijk naar ons toe als gemeenschap een soort van, jongens, niet te hard van stapel, wij doen toch wat voor jullie. Nou, die nasmaak, dat zei mij toen al van, het stelt niks voor. Natuurlijk weten wij dat het feit dat Molukkers politieke idealen hebben, dat dat feit op zichzelf problemen oplevert. En we zijn bereid over die problemen te praten. Maar dat is iets anders als dat het mogelijk zou zijn te praten over wat Nederland nu internationaal zou kunnen doen om bij te dragen tot het verwerkelijken van het ideaal. Dat kan Nederland niet, dat mag Nederland niet. Maar wat ik moet weten, wat dit doet, dat dan moet je deze regering samen blanden, ze moet kassen inzet voor RMS gieten. Je moet dat bedoelen. Maar Nederland hulde maar met Indonesië. En waar bleef de RMS dan?
elke keer maar vragen om aandacht. Voor de zaak. Het is ook een eerlijke zaak. Recht der vrijheid. Maar voor Nederland geldt alleen maar de ping-ping. Er zijn net een jongen, maar begin dit punt je plan gieten. Ik doe die gewoon schuur gieten, dat is weer blakkeroma. Kalo verkeer en biasa, je bent hé, doe dat begin trein lagi. Itu pikirannya van, bikin sama aja. Dus de planning van de school had ik met Willem over gehad. En wij zagen het wel duidelijk wel zitten. Dat was vlakbij huis, heel praktisch. Maar wij dachten dat de Nederlandse regering overstag zou gaan als wij een school gingen bezetten. Dat was vrij uniek. En je moet toch wel met wat nieuws komen. Dus actie trein samen smeel. Dus daar doen we bij school toe. Blijven zitten voor druk. Voor toen dan die trein gieten. Nou, was maar een korte voorbereiding. We kwamen elkaar tegen en we keken één of twee keer naar die school. Hoeveel lokalen. Wie wat moest doen. En een korte briefing gehad. En nog met jongens uit de punt hebben we gesproken. Pak haring, ja, kan die toe haring, ja, kan moet je jadi. Ja, bangun. Cari senjata yang aku punya. Ambilakan. Nanti mesti bertemu sama-sama. For neighbors pergi di Asen. Sampai situ, ya semua sudah tahu dia pun tampak-tampak di mana gitu. Tak? Pertama kali aku sendiri, kedua kali aku cari nutrien, aku mesti tarik. Terus aku tarik, akan berhenti semua berdiri muka pintu-pintu. Terus nggak ada orang keluar. Semuanya keluar muka semua di masinisnya bisa keluar. Itu yang pertama kali itu. Terus aku kasih lihat pistol di kacanya. Terus baru bilang van ini yang kaping. In eerste instantie hoorden we lawaai en dachten dat dat voetbalsupporters waren, omdat we gewend waren op zondagavond te reizen. En dan was dat een vrij normaal fenomeen. Maar op een bepaald moment zag mijn toenmalige vriend een wapen door het glas van de deur heen. En toen was het duidelijk dat het kaping was. En wij schrokken, begonnen te lachen een beetje van, hé, dat kan ons niet. En, ja. En heel snel veranderde ook het gevoel van, dit is een grap, tot van, hé, dit is bloedserieus. En hier is echt een overval. Wapens, pistool, Uzi, ja, long rifle, geloof een parang zo. En een neppistool erbij. Onderweg, toen we weg waren van de coupé naar de plek waar we dus moesten zijn, toen werd onderweg één of twee keer, dacht ik, in het plafond geschoten. Een paar waarschuwingsschoten. Om ons, denk ik, onder druk te zetten. En we gingen heel rustig naar binnen. We hadden de wapens nog niet in aanslag. Op een gegeven moment zegt een van de kinderen, meneer, er lopen twee mensen in de hal. Ik kon die door het raampje zien. Ik doe de deur open, ik kijk, er staan twee Molukse jongens. En ik zeg, heel vriendelijk nog, en heren, wat kan ik voor u doen? En toen pakte er een pistool en die zei, dit is een gijzeling. Iedereen ging rustig mee. Al die klassen zijn we rondgegaan en gezegd, dit is een bezetting, wil u allemaal rustig meegaan. Dat was mijn opdracht en dat heb ik voldaan. Daarna kregen we opdracht om de ramen met kranten dicht te plakken. Of misschien zelfs nog tijdens het ramen dicht plakken. Toen werd mij vriendelijk door dringend verzocht om de politie te waarschuwen. Van dat er een gijzeling was en dat er absoluut niemand in de buurt bij de school mocht komen. Ik heb toen eerst geprobeerd het politiebureau in Smilde te bellen. Daar werd niet opgenomen. Toen heb ik hoofdbureau Assen gebeld. Daar werd ik, ik mag wel zeggen, afgeblaft door een hele zenuwachtig politiemeneer. Die zei van, geen flauwekul,
Maar er is op het moment een gijzeling in een trein en we kunnen nou geen grapjes gebruiken. Nou, hij smeet de hoorn erop en ik heb toen maar weer opnieuw gebeld. Ik kreeg hem weer te pakken en toen heb ik hem toch wel duidelijk kunnen maken dat het geen grapje was, maar dat er dus twee gijzelingen aan de gang waren. Op het politiestudiecentrum in Warnsveld was er voor het eerst een klein symposium van allemaal internationale politieofficieren over het onderwerp gijzelen. En dat begon om 9:00. Als ik me goed herinner, werd er om 9:10 gebeld door mijn directeur-generaal. Zeg, Willem, je moet als de donder terugkomen, er is een gijzeling. Het hele gezelschap barst in hilarisch gelachen los van dat is een mooie scène, zeg. Maar het was wel zo. Ik kreeg om 10:30 bericht over gijzelingsschool en trein van de secretaris-generaal. Verkiezingstournee afgezegd. Snel naar Den Haag. Van Acht maakt er weer iets moois van. Komt met witte Porsche in wit pak op ministerie aan. Ik heb de laatste berichten over de radio, dus ik heb geen nieuwe berichten buiten u. Ik heb wel met een Porsche gereisd om voortdurend in contact te kunnen staan met het departement. Maar het eerste wat ik nou te doen snap is naar boven te gaan. Ik kwam net kamer Van Acht binnen toen besluit was genomen dat Van Acht naar Assen zou gaan. Om de leiding te nemen. De hemel bespaar ons dat. Zeefalking mocht niet gaan. Uiteindelijk ging Van Kemenade mee. Frisse vertoning. 10:30. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Bij plaatsje Onnen, even ten zuiden van Groningen, is een reizigerstrein overvallen. Volgens de Nederlandse spoorwegen gaat het vrijwel zeker om een overval door Zuidmolukkers. Alweer. In de Drentse gemeente Smilde worden... Alweer. We hadden toch net Wijster achter de rug en het Indonesische consulaat. Dat was niet zo lang geleden. Ze gaan het toch weer proberen. En nu gaat men weer een stap verder. Nu ontziet men zelfs kleine kinderen niet. En dat gaf ook meteen het angstige gevoel, dit wordt een hele ernstige situatie, want dit moet een ander soort kapers zijn die tot dit soort daden overgaan. Dit gaat een hele moeilijke zaak worden, want we zullen hier met keiharde mensen te maken. Joop den Uyl, zeer emotioneel. Waarom weet BVD hier niets van? Wat heb je aan zo'n organisatie? Over Van Acht zoekt alleen publiciteit. Schandelijk gedrag. Is nog nooit eerder gebeurd. Ik ben daar zelf helemaal kapot van. Dat men er nu toe gekomen is om kinderen zelfs. Een hele grote groep met kinderen te gijzelen. Het is onbeschrijfelijk. Toen ik op het departement kwam, nam ik de gebruikelijke maatregelen. De bijstandseenheden werden stand-by gezet. De commandant van de mariniers vloog naar de punt. Ik zelf vloog ook naar de punt, heb de zaak aangekeken. Ik ben naar het beleidscentrum gegaan om even met de procureur-generaal daar te onderhandelen. Teruggegaan naar Den Haag. Daar hadden de mariniers inmiddels noodplannen neergelegd. Ja, we zaten eigenlijk daar op de punt heel onwezenlijk. Het is een prachtige omgeving. De golfclub met een schitterend gebouw. Met een heel mooi uitzicht. Ja, alleen die trein die stond daar stil en heel dreigend stil. Op de punt was het eerste wat we deden, was ons oriënteren. Vooral kijken wat de LPD, dus de lokale politie al geregeld had. Welke positie ze hadden ingenomen. Er waren inmiddels foto's en plattegronden waren er. Van hoe de positie van de golfbaan was, hoe de positie van de trein was. Hoe die stond, je zag hem schuin staan. Dus het is gewoon een locatieverkenning. Zoals elke militaire oefening locatieverkenning is. Kijken hoe je de beste posities kan innemen. Er waren inmiddels een aantal videocamera's aan weerskanten van de trein opgesteld. Zodat beide kanten van de trein in de gaten gehouden konden worden. En die beelden werden dus overgestraald naar de golfclub toe, waar dan de grote ontvangers stonden. Die beelden zagen we op de monitor die daar dus in de ruimte aanwezig was. Dus een soort amicale sfeer was er ook wel. Hè? In een van die ruimtes zat de LPD. Die had achter een schuifdeur en allerlei apparatuur zaten. En als je daar binnenkwam, dan kwetterden en kakelden allerlei politietelefoons en mobiele phones door elkaar. Maar er was ook een soort sfeer van, goh, ja, we zijn er weer met z'n allen. Hallo, jongens in de trein.
Als jullie mij kunnen verstaan, wil je dan uit het raam zwaaien? Ja? Waar? 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 Ja. Oké, wij hebben gezien dat jullie mij kunnen verstaan. Er is eerst gevraagd of men voedsel en drinken wilde hebben. Toen is er gezwaaid, wat dus opgevat is als een bevestigend teken. Verder is er door de megafoon gezegd, wilt u misschien contactmiddelen, verbindingen? Ook daarop is gezwaaid. Er wordt op dit ogenblik wordt er eten en drinken voor degene in de trein wordt klaargemaakt. Nou, wij kwamen bij die BB-bunker en dan moet je 7 meter onder de grond. Achter je valt een hele dikke ijzeren deur, kletterend in het slot. Mij persoonlijk deed dat niks, maar ik weet dat een aantal van ons dat een hele onprettige situatie vonden. Voor het overige hadden we daar natuurlijk een hele goede locatie, want je had daar alle verbindingen. Je hoefde niks meer aan te leggen, alles was er. Er waren slaapgelegenheden bij, we konden er ook slapen als we dat wilden. En het was eigenlijk, naar mijn smaak, een ideale locatie. Het wordt langdurig. Het is niet morgen opgelost. Dus laten we de zaak rustig bekijken. We gaan vanavond gezellig een flesje wijn drinken. En ik heb mijn pantoffels meegenomen. Tot grote verbazing van velen. En we zien het verder wel. U bent vanmorgen als een van de eerste langs de school gekomen. Wat zag u toen? Ja, mijn vrouw die was namelijk in de kroonwinkel boodschappen gaan doen. En die kwam helemaal overstuurd thuis. En die zegt, nou, is het ook wat? De school is gekaapt waar mijn zoon op zit. Nou, ik denk, dat is flauwekul, hè? Ik denk, hier gebeuren rare dingen soms. Maar dit leek me toch wel een beetje te zat. Toen ben ik op de fiets gestapt. Toen reed ik inderdaad langs de school. En toen was het al gauw duidelijk dat het geen flauwekul was en geen onzin was. Er liep nog een mevrouw op speeltrein ook. En toen zou op een gegeven moment het raam opengaan. En toen zag ik iemand voor verschijnen met een steengang. De eerste dag verliep nogal nerveus, hectisch. Uiteraard heel veel spanning aan beide zijden. Ik denk dat de Zuid-Melukse jongens, die gijzelnemers, dat die nog zenuwachtiger waren dan wij. Want ja, weet je veel wat er gebeurt. Er kunnen wel ouders de school bestormen. Trouwens, ouders hebben de school bestormd, maar dat waren dan Zuid-Melukse ouders. De Zuid-Melukse ouders geweest aan de achterkant van de school, die naar de school toegerend zijn en een potje gescholden hebben tegen die 4 Zuid-Melukse jongens, dat ze die kinderen vrij moesten laten. Nou, dat ging niet vriendelijk heen en weer. En uiteindelijk zijn die Zuid-Melukse ouders weer onverrichte zaken afgedropen. Crisiscentrum Republiek Maluku Selatan merasa perlu dengan ini mengeluarkan pengumuman pendek sebagai berikut kepada rakyat Republik Maluku Selatan di negeri Belanda. Kejadian pagi hari ini di Bovensmilde dan di Haren sesungguhnya sangat mengejutkan dan membimbangkan kami sekalian. Ini sebab dalam kejadian ini tertarik anak-anak sekolah, orang-orang perempuan dan lelaki yang tidak bersalah. Op de eerste dag van de gijzeling in school en trein laat ik een aantal Molukse leiders bij me komen en die spreek ik nogal hoog uit de zadel toe. Met zelfs bij zeggende, als jullie dan niet gauw een eind aan maken, zullen wij met geweld ingrijpen. De eerste ontmoeting was erg onprettig. Lekolo liet onder andere uit, het lijkt wel of we hier voor een tribunaal zitten. Wij werden gelijk aangevallen. Als waren wij dus ook deel van die kapers. Nou, die situatie lag daar heel, heel emotioneel. Maar aan de andere kant had de Nederlandse overheid echt zo'n houding van, zeg het maar, het is jullie schuld en los het maar op. Kijk, het is voor ons op het ogenblik erg moeilijk. We weten helemaal niks. Even min als die heren daarboven. We zijn aangewezen tot nu toe op berichten via de radio. Men meende wel wat we meteen hoog moesten inzetten. Omdat wat we nou in ieder geval niet meer wilden, was wekenlang doorzeveren. Ten koste van de gezondheid en ook de mentale spankracht van al die mensen in de trein. En die kinderen. Mind you, want dat kon in ieder geval niet lang duren. Jongens, het contact gaat zo erg moeilijk. Wij willen graag eerst die veldtelefoon bij jullie brengen. Dan kunnen jullie gewoon met ons terugpraten.
Engeland, lichtsignaal. Toen zijn we op een gegeven moment dus op stap gegaan met twee of drie grote haspels, zware haspels met draad en een telefoon. Toen zijn we dus richting de trein gestapt. En voordat je daar was, voordat je bij het water was, nou, dan ben je al gauw een 20 minuten onderweg, want het was een heel gesjouw. We zagen duidelijk dat er vanuit een raam een loop van een geweer of een pistool kwam. Collega Print die liep dus naar de kop van de trein. Hij overhandigde daar het telefoonapparaat aan de leider van dat moment van de treinkapers. En toen wilde hij weer weglopen. Nou, op dat moment werd hij teruggeroepen door de leider. En die overhandigde hem de gecensureerde eisen voor de Nederlandse regering. Doen kloor, toen kan je doen. Kratasje, neem eisen voor doorgaan. Dus net ik toen. Dengar zei, dat kan daar doorgaan toch, moest je omhoog vragen. Of doen ze lekker. Dus we kunnen daar ook ter contact, maar en toch doen, ter contact denk door. Dit is Echo, de informatierubriek van de KRO. Zoals je al in het nieuws hoorde, hebben de Zuid-Molukse kapers gisteravond hun eisen aan de regering bekendgemaakt. Wij eisen de vrijlating van onze Zuid-Molukse broeders die om politieke redenen in Nederlandse gevangenissen vastzitten. Wij eisen dat er in Eelde 2x een 40-persoons vliegtuig startklaar staat, plus bemanning en volgetankt om ons, gijzelaars, gegijzelden en groep A en B naar Schiphol te vliegen. Wij eisen, zo gaat de brief verder, op Schiphol een Boeing 747 plus voltallige bemanning van de Boeing 747. We zullen geen van alle onze wapens en explosieven inleveren. We dulden in geen geval bemiddelaars. Wij eisen dat dit alles binnen 48 uur geregeld is. Zo niet, zullen er veel doden vallen. Eigenlijk was het uitgangspunt vanaf begin af aan, vanaf de eerste kaping, om te proberen door gesprekken, door onderhandelingen, dit soort zaken op een geweldloze manier tot een eind te brengen. Bij het binnenkomen in het beleidscentrum in 1977 heeft de commissaris van de Koningin van de provincie Drenthe dus gezegd dat nu de bedoeling was dat de psychiaters de onderhandelingen zouden voeren. Mulder was als adviseur een beleidscentrum aanwezig, had daar ook een hele zware stem. Is op een gegeven moment zelf ook met die mensen gaan praten, onderhandelen. Daar had ik bezwaar tegen, want ik vond dat je dat veel beter aan de professionele onderhandelaars van de politie kon overlaten. Maar op een gegeven moment stond hij erop om dat zelf te doen. En ja, ik heb dat altijd toch minder juist gevonden. Ja, u hebt nog geen contact met die school gehad. Hè? Stel dat ze nou van de school uit wel zouden willen bellen. Wie moeten ze dan bellen? Nou, ik denk dat het meest praktisch is als ze dan het nummer bellen wat ik net opgegeven heb. Ik vond het een fout dat wij die oproep hebben gedaan, want we kregen daarop een enorme hoop reacties van een groot aantal mensen die op dat moment toch niet erg welbezinnen waren en die de meest krankzinnige voorstellen deden. De zaak was volkomen geblokkeerd. Zelfs als de kapers hadden gewild, hadden ze het nummer niet meer konden bereiken. De eerste keer was het dus toen het contact gelegd werd via een telefoonverbinding, was dus me melden en me voorstellen in functie dat ik die en die was en dat het mij was gevraagd om met hun contact op te nemen. En daarna melden de andere partij meldde zich altijd met, u spreekt met 747. Want dat was het nummer van de treinstel. Nou, ik sprak dus in dit geval eigenlijk voortdurend met Max Papilaya. Dat was de aangewezen leider en gespreksleider aan de andere kant. Hij stond heel goed bekend. Maar als iemand die goede contacten nastreefde met de Nederlanders in zijn werking en was gekozen door de Zuid-Molukkers als leider, omdat hij op een rustige manier een volhouder was. Max die wierp zich eigenlijk van het begin af aan als leider op. Ik denk ook overigens dat dat afgesproken was. Hè? Ja, schepte er wat genoegen in, had ik de indruk, om degene die aan de andere kant van de telefoon zat, wat te pesten. Het was sowieso wat plagerig. Ik denk dat het best een manier van omschrijven is. In het begin was Max vooral op uit om zijn eigen waardigheid
op te houden tegenover mij en duidelijk te maken dat hij absoluut niet van zin was om te wijken voor mijn trucjes of het slachtoffer te worden van psychologie. Want, zei Max, Mulletje, je moet heel goed begrijpen dat ik ben ook dokter en ik val echt niet voor jouw trucs en jij doet wat ik zeg. Nou, het waren voor mij eigenlijk hele vriendelijke mensen. Dat was de indruk. Met name de aanvoerder. Max was een hele voorkomende, vriendelijke man. Opvallend was hoe hard het meisje, de enige vrouw, zich opstelde in haar optreden. Heel hard en heel ook in een gelaatsuitdrukking. Weinig toenaderbaar. En ik denk ook een vriend van haar. Dat waren eigenlijk de twee die zich het meest hard opstelden. Jonas was de oudste, die was 8 of 29, geloof ik. Rudy, die ik wat minder goed kon plaatsen, hoorde ook bij de ouderen. Maar was niet zo heel erg duidelijk in eerste instantie. En dan had je nog een paar jonkies. En ik vond met name Joe in eerste instantie heel eng, want hij had zijn hoofd kaal geschoren. En volgens mij ook een zonnebril op. En dat maakte een hele dreigende indruk. Achteraf bleek hij heel jong te zijn en helemaal niet zo eng. Ja, de politie had natuurlijk behoefte aan informatie van wat er in die trein gebeurde. De BVD had daartoe een speciale post ingericht. Die werd genoemd het Grote Oor op de bovenverdieping van het golfclubhuis. Daar mocht helemaal niemand binnenkomen. De Kickforce-mannen hadden al in een heel vroeg stadium plakmicrofoons onderaan de trein aangebracht met zendertjes. Om te horen wat er binnen gebeurde. Die moesten natuurlijk op zijn tijd vernieuwd worden vanwege het batterijprobleem. De afluisterapparatuur die werd verstorpt in allerlei voorwerpen. Scheerapparaat, groentekistje, andere kratjes. Maar zo kreeg de LPD ook, zeg maar, mondelinge informatie van de tango's, maar ook van de gegijzelden, door via die apparatuur. En men probeerde zoveel mogelijk erin te krijgen. Dus iedere keer maar weer. Dus hoe meer dat verspreidde, hoe beter dat was. Dus in combinatie dan met de visuele waarneming leverde dat een steeds beter beeld op. Je wist eigenlijk op den duur precies waar mensen zaten, wat ze deden, wat ze niet deden. Nou, ik heb dus al die weken voornamelijk dienst gedaan op die bovenetage van de golfbaan. Nou, ik had al staak om geluidsbanden te beluisteren. Naast mij zaten een aantal andere medewerkers, waaronder een 2 of 3-tal... Indonesische mensen die dus de Maleise taal machtig waren. Dus in staat waren om Maleis te vertalen in het Nederlands. Wij spraken er met elkaar niet zo duidelijk over. Maar er waren wel mensen die meenden dat ze iets moesten doen. Sommige mannen zeiden van, we moeten ons koest houden. We moeten het overlaten aan de buitenwereld. We kunnen niks doen. Bij een aantal andere mannen zag je meer de neiging om zelf wat te doen. En dat begon een beetje met boodschappen doorgeven via die vuilniszakken. Met name aan de politiek, aan de Ruilen van Acht. En gericht op, jullie moeten wat doen, waar blijven jullie? En wat ik het meest opmerkelijke vond, dat waren de twee BVD'ers die iedere dag de zakken met vuilnis die uit de trein kwamen. En dat was een behoorlijk pakket smerigheid, vertel ik je. Met pincetten uit elkaar stond te plukken om te kijken of daar misschien boodschappen van de slachtoffers in zaten. Hier in Bovensmilde bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische taferelen afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk wist helemaal tot aan de school te komen. Het was rustig in de school en ineens werd er op het raam geklopt. Nou, ik zei toen, jongens, schrokken ze dood natuurlijk. Wapens in de aanslag, kinderen doodstil, de leerkrachten doodsbleek. Wat gebeurt er? Nou, gaatje in de krant gemaakt. En daar bleek een mevrouw voor het raam te staan. En die mevrouw zei van, geef mij mijn kind terug, geef mij mijn kind terug. Die Zuid-Molukse jongens die dachten, hoorde ik ze tegen elkaar zeggen van, dat het een afleidingsmanoeuvre was. En dat zo hun aandacht getrokken werd. En dat de politie of de soldaten aan de andere kant wel zouden kunnen aanvallen. Dus die werden heel nerveus. Het was een hele bedreigende situatie. Er is geschoten naast haar om haar weg te dreigen, als het ware. Maar daar was ze helemaal niet vatbaar voor. Dus ze bleef rustig staan en roepen en ik wil mijn kind terug.
Willem kwam erbij. En Willem heeft haar toen diep in de ogen gekeken. En die zei toen tegen mij van... niet schieten, niet schieten. Dat mens is niet goed wijs. Dat vond ik heel knap van Willem. Want eigenlijk had ik dat niet goed in de gaten. Maar hij zag meteen van... dat mens is niet goed, snik. Wel, nou, toen is er met de politie onderhandeld van... haal dat idiote mens hier weg. Toen zijn de twee politieagenten in onderbroekjes naar de school gegaan. En die hebben die mevrouw meegenomen. De tweede dag, toen het ultimatum afliep, was voor mij de spanning zo groot... dat ik voor mezelf een beetje het testament opmaakte. Zo van, nou, nu kon het wel eens afgelopen zijn. Nu in ieder geval. Ik had het gevoel, er gaat iets fout. Ofwel de trein wordt opgeblazen, ofwel worden een paar mensen geëxecuteerd. Die dreiging was daar ook. Ik heb ook heel sterk de neiging gehad de eerste dag, en ook toen zeker, om niemand aan te kijken. Om mezelf ontzettend klein te maken en voor me te kijken, omdat ik heel bang was dat als ik hem aan zou kijken, dat ze mij eruit zou pikken en dat iets zou gebeuren. 20:41. Man in het wit, met touw om de nek naar buiten. Handen op de rug gebonden. Blinddoek. 21:10. Meisje naar buiten. Wordt gesproken over kopschot. Zeer spannende momenten. Op dat moment dacht ik, ga eraan. Want ze liep ook met touwen en ze liepen met andere dingen. Ze dacht, nou, oké... Dat is dus het einde. Het werd ontzettend kwaad. Ontzettend boos geworden. En toen ben ik... of begonnen dat ik bij ze zou gaan spoken. Dat ik dus als geest terug zou komen in de rest van hun leven. Dat ik ze niet met rust zou laten. Ik heb het letterlijk zo gezegd. Toen moest ze ontzettend lachen. Toen dacht ik, nou, hier klopt toch eigenlijk iets niet. En zei ze, ja, het is helemaal niet de bedoeling om jou dood te maken. Zei ze dat we buiten moesten staan. En dat we gewoon stil moesten blijven staan. En niet mochten lachen. Dat is het enige wat ze... daarbij gaven. En toen heb ik een tijd lang samen met André buiten gestaan. En ik vond het ontzettend eng. En ik was natuurlijk als de dood dat er een soort vuurwisseling zou komen tussen die trein en wat er achter mij was. En dan stonden we in het schootsveld. 22:05. Beide personen weer naar binnen. Geholpen door Max. Nou, wat te doen als er een executie zou plaatsvinden... zouden wij dan een aanval op de trein willen overwegen? Nou, ik persoonlijk wel. Ik was daar helemaal klaar voor. Nou, er waren natuurlijk wel ministers die eigenlijk ook wel, denk ik, diep in hun hart onmiddellijk ten aanval wilden gaan. Een beetje de karakter en de achtergrond van de ministers. Ik denk, Den Uyl was toch de buitengewoon voorzichtig met alles. Moest natuurlijk... de verantwoordelijkheid aan Van Acht overlaten. Maar ja, als minister-president liet hij zich niet wegpoetsen. De middag duurde lang hier in Bovensmilde vanmiddag. In bijna ieder huis van de nieuwbouwwijk rondom de openbare school... heerste de angst over één of meer kinderen uit het gezin die gegijzeld werden. Rondom de school bleef die onwezenlijke stilte hangen. En niemand kon zien wat er zich binnenin de school afspeelde. Willem droeg mij op om contact te leggen met het beleidscentrum. Om het beleidscentrum te informeren over de toestand in de school. Uiteraard bleef Willem steeds naast mij staan. En zijn bedoeling was, dat merk je ook al gauw, dat ik informatie doorgaf van het beleidscentrum die dat beleidscentrum onder druk zou kunnen zetten. Bijvoorbeeld, ik moest vertellen welke wapens ze al niet hadden. Maar ik moest daarbij zetten dat er een heleboel handgranaten waren en dat er een automatisch geweer was. En dus flink overdrijven. Van, kom ons niet erna, want we hebben vuurkracht genoeg. En toen kwam een van die Zuid-Molukse jongens met het idee... nee, we gaan de kinderen als spreekkoor gebruiken voor de open ramen. Wat voor tekst moet het dan zijn? Nou, uiteindelijk kwamen we dan op Van Acht, wij willen leven. En toen gingen we naar dat ene lokaal. De ramen werden opengedaan, heerlijk frisse lucht. We vonden dat allemaal wel leuk. We hadden totaal geen... idee van de impact die dat op de buitenwereld zou hebben. En wij hadden natuurlijk een televisietoestel. En iemand zei mij dus, moet je zien, de kinderen zijn op tv. En iedereen was ontsteld natuurlijk. En ja, daar zag ik het en daar hoorde ik het.
En... Nou, vreselijker kan het niet. Het maakt op de buitenwereld natuurlijk een geweldige indruk. Voor de kinderen was het, ik weet niet zeggen, een lolletje, maar die vonden het toch eigenlijk voor het merendeel wel grappig. En die hadden ook wel een zekere band met de kapers. Ik kreeg een binding met een kindje, terwijl ik haar gijzelde. Zodoende werd zij mijn oogappel. Maar zij volgde me waar ik heen ging, volgde ze mij. Ik ging links, zij ging links, ik ging rechts. Ik stop haar in bed. Zulke dingen deed ik. Ze hebben echt goed voor de kinderen gezorgd. En geen haar op hun hoofd gekrenkt. Tegenovergestelde zou ik bijna zeggen. Liedjes samen zingen en samen tekenen. En op de knie paardje rijden en ga maar door. We zouden gezamenlijk vertrekken naar een land. Dat was ons oogpunt. En met de andere gedetineerden die vastzaten voor Wijster en Consulaat. Dus het hing allemaal van een zijden draadje. Als de slachtoffers vielen, dan kun je de actie wel afblazen. Het was volop verkiezingstijd in Nederland. De heren stonden natuurlijk in de verkiezingstijd als kemphanen tegenover elkaar. En moesten nu toch weer samenwerken. Ik moet zeggen... Dat is ook gelukt. Er was wel een zeker wantrouwen dat niet de een of de ander zou proberen een propagandistisch slaatje te slaan uit de gebeurtenissen in de zin dat die bijzonder vaak op tv zou verschijnen en dergelijke. Ik ben bij de treinkaping in 1977 wel eens naar de plaats van actie, althans daar vlakbij, heen gegaan. Ik denk niet dat dat noodzakelijk was uit een oogpunt van beleid of uitvoering van beleid. Maar als u mij nou vertelt, ik was het vergeten, maar ik geloof het onmiddellijk, dat ik op 23 mei per helikopter naar Assen reisde. Dat was natuurlijk wel een interessant stukje publiciteit. 24 à 48 uren voor de verkiezingen zouden plaatsvinden. Ja, zo zijn politici, mijn beste. Dat gaat zo. Verkiezingsresultaat niet te geloven. Partij van de Arbeid, grootste partij. De Raal met applaus ontvangen. Na die verkiezing had hij de handen ook wat meer vrij om te opereren. En vond hij zich ook meer gelegitimeerd, meer bevestigd in zijn opinie dat zijn aanpak van praten en overleggen, dat die eigenlijk gevolgd moest worden. Op een gegeven moment stelden de Zuid-Molukse jongens een ultimatum. Het ultimatum hield in als er niet voor 2 uur woensdagmiddag gereageerd zou worden op hun eisen, dan zouden ze handgranaten gooien in een groep met kinderen. En de klok ging maar door en ik zag die handgranaat maar op en neer gaan. Hoe serieus nam u dat ultimatum, die dreiging met het opblazen van de school? Absoluut niet. Dat ze alle kinderen de dood in zouden jagen. Eventueel inclusief henzelf dan. Leek ons een absoluut horrorscenario dat niet van deze wereld is. We hadden geprobeerd zoveel mogelijk kinderen uit het midden van de zaal weg te halen. Want we schatten in dat de Zuid-Molukkers bij de deur open zouden doen. En die handgranaat naar binnen zouden... gooien, die zouden in het midden van de zaal terechtkomen. Dus maar zoveel mogelijk kinderen, zonder de kinderen te vertellen waarom, naar de kant proberen te dirigeren. Die handgranaat kon niet afgaan. We hadden voor die tijd ook nog geoefend om die pin eruit te trekken. Misschien met een trekker wel, maar met 4 man lukte het ook niet. Dus dat was gewoon als dreiging bedoeld. Het werd 2 uur... En wij leerkrachten stonden heel gespannen aan de kant ook. En er gebeurde niks. En de spanning werd echt om te snijden. En toen was het 3 uur. Toen dachten wij van, misschien hebben ze de verantwoordelijkheid toch niet aangedurfd om te doen wat ze wilden doen.
Op een gegeven moment was het zo dat er met de bezetters in de school eigenlijk niet te onderhandelen viel, omdat ze zich inderdaad afsloten voor iedere benadering. Dus er moest een andere mogelijkheid geschapen worden om hun onder controle te krijgen. En toen kwam er op een gegeven moment het verzoek, ik weet niet meer van welke kant van de twee, maar om een verbinding te leggen tussen de school en de trein. Hebben we dat gedaan, omdat we daarmee Max, als het ware, stelden boven de mensen in de school. En nu ons entree in de school kregen via Max. En dat is zeer vruchtbaar gebleken. Uiteraard was er een mogelijkheid voor ons om het verkeer via die lijn, om dat af te luisteren. En ik kon daaruit opmaken dat zij afspraken om wel te blijven dreigen met geweld, maar voorlopig niet tot gewelddadigheden over te gaan. En dat was natuurlijk voor het beleidscentrum een uitermate belangrijke informatie. En ik kon ook een beetje opmaken uit de reacties van de jongens dat de trein de leiding had, als het ware. Dat daar de hoofdcoördinator zat, om het zo maar te zeggen. En die werd zelfs genoemd, want we mochten de naam niet weten. Die had als bijnaam, als pseudoniem, Pink Floyd. Vandaar dat ik ook onmiddellijk al mijn platen van Pink Floyd heb weggedaan. Absolute prioriteit de kinderen. Die zetten we helemaal bovenaan in ons denken en doen. En dan nog zeggen we, dan zijn we bereid om te praten over vrijgeleide. Hetgeen, althans voor een jurist, iets anders is dan vrijgeleide zelf. Voortdurend werd gezegd, laat eerst maar die kinderen vrij en dan praten we wel verder. En daar rekenen wij op, dat jullie aan onze eis tegemoet zullen komen voordat wij verder praten over jullie eisen. De Molukkers eisten daarop dat de toezegging van vrijgeleide vervolgens openbaar zou worden gemaakt door de regering voor radio en tv. Dat hebben wij niet gedaan. Waarom niet? Dan zouden de verwijten volop hebben geklonken in koor. Dat wij ons woord, het gegeven woord zouden hebben geschonden. Dat zou ik niet eens zo erg hebben gevonden trouwens zelf. Want ik heb al gezegd, een onder zodanige omstandigheden afgedwongen toezegging heeft voor mij nauwelijks morele binding. Ja, ik was kinderarts op het ziekenhuis en we kregen dus een telefoontje via de directie, meen ik, of een keer wilde komen overleggen op het commandocentrum over de situatie. Nou, ik ging de bunker binnen en daar begon dus het overleg met een hele groep mensen aan wie ik ben voorgesteld. En wat ik me uit dat gesprek met name herinner is dat er ten eerste gepraat is over hoe we de medische toestand van de gegijzelde kinderen inschatten. Dat blijven natuurlijk gissingen. En het tweede punt was dat er overlegd werd of er mogelijkheden waren om die gijzeling op een of andere manier sneller te beëindigen. Nou ja, er gingen allerlei dingen over de tafel. Wat ik me herinner als een optie die even langsgekomen is, was de vraag of het mogelijk was om op een of andere manier het voedsel te besmetten, zodat je een beetje ziek werd en dat je daarmee, als het ware, met die ziekte als drukmiddel de zaak eerder zou kunnen afblazen. Ze lopen nu door richting Winchester uiteraard 5. De dagen daarvoor was het eten niet je van het. Daar klaagden we over. De Zuid-Molukkers hebben toen gebeld van er moet hoteleten komen. Dat was het verzoek, herinner ik me. Er moet hoteleten komen. Nou, er kwam inderdaad heerlijk eten. Frietjes en heerlijke sla en toetjes en noem maar op. Daar heeft iedereen ook behoorlijk van zitten sanzen. Ik stond te praten met Willem en met Sjaan, de lerares, in het holletje bij de wc's. En een meisje stond naast me. En Sjaan had haar naar me toegebracht van, zij voelt zich niet goed. En ik sta te overleggen van, god, wat zou dat er zijn? En heeft ze koorts? En hebben we iets in de verbanddoos wat we haar kunnen geven, aspirintjes of zo? En ineens, alsof haar benen van rubber waren, ineens schrompt ze in elkaar en valt op de grond. Bewusteloos. De een na de ander begon te braken.
De virus is al ingetreden. De ene na de andere werd ziek. Nou, de een geeft over. Nou, je probeert iedereen te helpen. Maar je komt handen en voeten tekort. Dus we waren niet alleen maar gijzelnemers. We waren ook vader en moeder tegelijk. Door al dat overgeven werd het een hele onfrisse boel in de school. Nou, toen begon ik toch ook wel zenuwachtig te worden. Want één kind kan nog en twee kinderen kan ook nog. Maar als er zes achter elkaar onderuit gaan, dan is er wat anders aan de hand. De suggestie van het toevoegen van een laxeermiddel, is dat ook geopperd? Ja, dat is natuurlijk met het soort vragen. Hè. Dan denk ik, het is heel goed mogelijk hoor dat dat gedaan is. Jawel, dat zou heel goed kunnen. Kun je zich nog herinneren dat er over een laxeermiddel is gesproken? Dat laxeermiddel, dat, ja, terwijl we het over spreken, denk ik dat ik het me herinner. Maar je weet hoe onbetrouwbaar herinneringen kunnen zijn. Maar het is best mogelijk dat dat gezegd is. Maar dat, stel dat men dat had geprobeerd, dat zou mijn zegen gehad hebben. Het eerste wat ze zeiden was van, ze hebben ons vergiftigd. Maar toen heb ik gezegd van, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Want als je kinderen gaat vergiftigen en je kunt daar niks aan doen, want een dokter kan er niet bij, dan neem je ontzagwekkende risico's. Dat zullen ze nooit doen. Als dat later uitkomt dat dat gebeurd is, dan valt de regering bij wijze van spreken. Ja, ja, ik wist wel dat er dus tal van overwegingen waren om de school dus eventueel ook met geweld te ontruimen. Maar dat er van de andere kant nogal bezwaren tegen waren omdat er grote risico's in zaten. Want er zaten natuurlijk ruim 100 mensen in, waarvan een zeer groot aantal kinderen. En dat het eigenlijk als het even kon anders moest worden opgelost. Ofwel door ze eruit te praten, maar dat lukte niet onmiddellijk. Totdat de natuur ingreep, zal ik maar zeggen. En of dat nou de natuur geweest is, of de natuur geholpen is, ik denk altijd nog dat de natuur geholpen is. Ja? Ja, ik weet dat Van Acht het ontkent, achteraf, maar ik vind het wel erg toevallig. Ja, nou, u zegt, herinner me al vaak dat er iets met die kinderen, dat een aantal van die kinderen ziek is geworden. Maar of wij dat zelf veroorzaakt hebben, ik loop niet op de vraag, maar ik weet dat niet. Maar van Kemenaar, zeg, kun je die ook wel geloven? Huh? Die is best geloofwaardig, hoor. Kan het zijn dat er toch iets in het eten is gedaan, maar dat u dat niet wist? Nee, daar neem ik vergif op in. En waarom zegt u dat zo stellig? Omdat je zoiets ernstigs was zeker breed besproken. Maar als het gebeurd is, dan is het in een zeer petit comité besloten. Ja, en terecht. Dan moet je je voorstellen, daar krijg je discussies over in de ministerraad. Hè, van welk middel is dat dan precies? En wat voor gevaar zit daarin? En u artsen geraadpleegd en specialisten. En dat moet je allemaal niet doen. Dus dan kun je beter gewoon dat een heel klein comité besluiten en doen? Altijd. En bij elke crisis. Dat is een uitstekend idee. Als het inderdaad zo gegaan is, wat ik dus in mijn geheugen kwijt ben, dan zeg ik nu, goed gedaan. Er is niks ernstigs aan, hè. De laxeermiddelen hebben we allemaal wel eens nodig van tijd tot tijd. Als je om de drie kinderen elke keer eentje zag braken, vreselijk. Toen hebben we maar besloten, nou, dit kan niet verder. We hebben toch met de jongens van de punt overwogen. Dan hebben we besloten kinderen maar los te laten. Anders kan het ons slecht bekomen, zeg maar. Eerst werden alleen de zieke kinderen vrijgelaten. Er werd gebeld en met beleidscentrum en er zouden ambulances komen. En kinderen werden twee en twee op een brancard door één broeder afgevoerd naar de ambulance die een eind verderop stond. Toen zijn er een stuk of 20 kinderen, schat ik, afgevoerd. Toen was het midden in de nacht. Iedereen was dood op van de zenuwen. En na een aantal uren en overleg tussen Willem en de trein weer, hebben ze besloten alle kinderen vrij te laten. En die werden vrijgelaten omdat er toen toezegging kwam van het beleidscentrum. Als jullie alle kinderen vrijlaten, dan kunnen jullie vrije aftocht krijgen met vliegtuig naar een land in Afrika. Dus we hadden een deal met de heer Mulder afgesloten dat wij de docenten zouden gijzelen en de kinderen gewoon een vrije aftocht zouden geven.
Was u werkelijk van plan die kapers te laten gaan? Nou, ik in ieder geval niet. Dat mag ik maar meteen zeggen. Ik wou die kinderen vrij hebben. En zoals ik eerder heb aangegeven, als je onder zulke morele pressie wordt gezet door mensen die een opperste misdaad aan het begaan zijn, en je doet in die situatie beloften om, in casu kinderen, veel kinderen te redden, ben je niet voor 100% aan dat woord gebonden. Ik heb daar geen enkel probleem mee. 27 mei 1977, 10:30, Mulder aan school. De vrijgeleide die u aangeboden is, blijft volledig van kracht. Daar hoeft u zich geen enkele zorg over te maken. Dat heeft de regering mij gemachtigd u mede te delen. Dus wat ik nu zeg, is het woord van de regering. Maar ze hebben op een gegeven moment de kinderen vrijgelaten. Maar er stond geen concessie tegenover, naar mijn stellige herinnering. Maar hebt u nou wel of niet een vrijgeleide toegezegd? Ik heb geen vrijgeleide toegezegd. De regering heeft een vrijgeleide toegezegd. En ik heb die boodschap overgebracht. We zijn toch bezig met een deal te maken van wij willen weg. En wij mochten weg als wij de kinderen loslieten. En dat is toen de volgende morgen, het begon net licht te worden, de volgende morgen gebeurd. Ik zie die kinderen nog met een deken om de schouders, omdat het nog wel koud was. Met een deken in de schouder, als kaboutertjes naar buiten lopen, zo de bus in. En het was, nou, dat moment zal ik nooit vergeten, dat was een heel gelukkig moment. Die zijn tenminste vrij. Wat deden jullie toen alle kinderen weg waren? Sliepen, wij. Dat was een opluchting toen ze weg waren. Was het een complete opluchting. De druk was weg. Toen verbleven wij misschien een paar minuten in coma. En die docenten die hadden hun woord gegeven dat ze met ons mee zouden gaan. Met het vliegtuig en alles. Op dat moment konden zij ons overmeesteren. De jongens waren echt heel diep in slaap. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, en daar ben ik achteraf nog steeds heel erg blij om, tegen elkaar gezegd, als we dat doen, dan worden die jongens sowieso gepakt. En wat is dan de reactie in de trein? Lopen die mensen dan extra gevaar, ja of nee? En toen hebben we tegen elkaar gezegd, niet doen. Toen heeft Willem ook tegen ons gezegd van, nou hoeven jullie niet meer bang te zijn. Ik zeg, kan ik erop rekenen, als een Zuid-Molukker je zijn woord geeft, dan houdt hij dat. Dat zij dus niet de benen hadden genomen en dat zij gewoon bleven tot het einde. Ben jij voor die mensen af? Willem heeft me toen ook gezegd achteraf, toen het weer een beetje rustig was. Wij zijn nu uitgespeeld, nu komt het op de trein aan.